Sander Houtkoop, zondag de wedstrijd tegen ADO. Daar heb jij natuurlijk een jaar gespeeld. Is dat nog enigszins speciaal voor jou? Helaas ben ik daar gewoon niet geslaagd. Dus ik zie het eigenlijk meer als een soort van wraak, zeg maar. Stiekem. Ik heb daar gewoon niet, in mijn optiek, niet echt veel kans gekregen. En dat je na een jaar weg moet, is wel pijnlijk. Maar aan de andere kant heeft Henk de Jong mij gewoon weer een kans gegeven om weer in de kijker te spelen. En daar ben ik nu gewoon vol op aan het trainen. En we zien wel of ik het weekend speel of niet. Ja, we hebben hier iedereen aardig fit. En ik denk dat we wel moeten en kunnen gaan knallen. Wat is de kracht van ADO Den Haag, denk je? Nou ja, ADO heeft natuurlijk wel met Havenaar een grote sterke spits. Hè, en behendige jongens daaromheen. Duplan en onze bekende Ruben Schaken. Dus dat is wel een kracht. Maar zij hebben dit seizoen ook moeilijk. Dus wat dat betreft kan het een mooie wedstrijd worden. Ik heb jouw statistieken er nog even bij gepakt van ADO. 3 keer gescoord in de competitie, zag ik. En ik kan me er nog eentje, die kan ik me in het bijzonder heugen. Weet je welke dat is? Ja, ik denk de goal hier tegen Cambuur, ja. Ja, dat was wel mooi eigenlijk. Dat was ook een van de wedstrijden waar ik mezelf kon laten zien. Het was eigenlijk gewoon meer een gelukje dat ik ze zou spelen, want Van Duinen werd in die nacht ziek. En toen kreeg ik in de bus door dat ik zou starten, dus. Dan moeten we maar even rechtzetten zondag dus. Inderdaad. Dan maar een keer een goal scoren tegen ADO namens Cambuur. Heb je ook het idee dat je steeds fitter wordt? Ja, kijk, ik heb vorig seizoen gewoon heel weinig gespeeld. En toen ik hier kwam, heeft me de trainer direct ingezet. Maar uiteindelijk heeft het me dat toch genekt dat ik weinig speelritme had. En toen heeft de trainer gewoon gezegd, we gaan gewoon weer rustig opbouwen. En ik voel me gewoon goed. Ik raak steeds fitter wat je zegt. Train hard. En ik krijg ook gewoon steeds meer speeltijd om mezelf te laten zien. Na afgelopen wedstrijd tegen AZ was het toch gelukkig eigenlijk dat ik in de rust al zou spelen. En het ging in mijn ogen best wel goed. Ik had weer kunnen scoren, alleen keeper stond weer in de weg. Maar ik kom al 2 wedstrijden achter elkaar, kom ik gewoon in de positie om te scoren. En misschien is het 3-man scheepsrecht. Zie je het ook als een 6-punten duel, na aanloop van Heerenveen natuurlijk? Het is wel even een heel, heel belangrijk moment. Ik bedoel, als je hem wint, nou, dan sta je er hartstikke goed bij. En dan is het trouwens nog volgens plan. En dat geldt ook wel voor hun. Ik denk dat hun ook graag van ons willen winnen. Ze hebben nog maar 1 wedstrijd gewonnen. Nou, onze eerste wedstrijd die komt steeds dichterbij. De laatste 4 wedstrijden ongeslagen. Dus het wordt nu tijd dat we deze wedstrijd gaan winnen. Ja, je hebt er wel een goed gevoel over. Ja, op dit moment heb ik zeker een goed gevoel over. Dus ik hoop ook dat het uitkomt. En dat we volgende week gewoon met een mooi gevoel op kunnen naar de derby.